Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een beetje een ander soort video voor jullie. Een extra video, maar ook een extra leuke video. Ik wil met jullie eventjes mijn updates delen over de Philips Aquatrio Cordless. Wanneer ik dit nu film, heb ik hem al zeker een dikke week uitgeprobeerd. Bijna 2 weken. En ik moet zeggen, I'm in love. Echt waar. Ik vind hem echt top, top, top. Het is echt gewoon een geweldig ding. Het maakt het leven echt zoveel makkelijker gewoon. Maar ik heb alles opgenomen voor jullie. Hoe dat je hem gebruikt. Als ik hem unbox. Ik laat ook een paar testjes zien. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, kijk dan zeker mee naar de volgende fragmenten. En ik ga ook onderaan in de beschrijving alle linkjes toevoegen. Dan kunnen jullie alles terugvinden. Veel kijkplezier iedereen! Oké, ik zie al 2 verschillen. Hier staat vacuum en mop. En hier staat vacuum only. Enjoy your complete hygienic cleaning solution. Het is trouwens volgens mij de eerste of toch het enige product dat ik ken wat met nat poetst en met droog. En zeker een steelstofzuiger. Je hebt wel zo van die robots, maar dan moet je dat helemaal afstellen en zo. Voor mij is dat te veel gedoe. Ik pak gewoon altijd liever zelf even de stofzuiger. Maar dat is echt wel de enige die ik ken die dit allebei doet eigenlijk. Ik ga eens kijken. Ik ga hem installeren. En I see you guys daarna. Ik heb hem eruit genomen. Ik moet hem wel nog in elkaar zetten. Maar ik ga even te goed kijken in de handleiding hoe ik dat doe. Want ik wil niks kapot maken. Maar deze trouwens. Dit is dus de vacuum. Vacuum. En zeg ik dat nu juist? Vacuum. Vacuum. Ja, dit is dus stofzuiger en dweil in één. En dit is zo zacht. Wauw. Echt super zacht. Leuk. En dit is het station, denk ik, waar die dan zo op komt te staan. Kunt je installeren. En daar kun je dan dus alle stukken opzetten. Maar oké, ik ga even kijken in het boekje. Je kunt het trouwens ook wel online zien, maar er staat nog een boekje bij. Dus ik ga even de oldschool manier doen en in het boekje kijken. Oké, er zit dus echt een perfect stappenplan bij. Dus het lijkt me niet moeilijk om dat te volgen. Oké, dus als ik het goed heb, dan wisselt je eigenlijk dit stuk. Ik ga het ook al doen. Nou, daar al. Oké. Het is dus zo dat je dit bovenste stuk, eigenlijk de motor, wisselt. Ofwel met de stofzuiger alleen, ofwel met de stofzuiger en nat. En als ik nu dus deze wil gebruiken, dan moet ik de batterij hier vanaf doen. Zo. Oké. Dat gaat wel heel easy. Met deze hier leggen. En dan moet ik deze gewoon eigenlijk hier opzetten. Maar deze kan dus stofzuigen en dweilen in één. Check. Dan wil ik wel nog even kijken hoe ik dit moet vullen. Handig ook trouwens, want er komt zo'n floor cleaner solution bij. Maar ik gok als dat op is, dat je ook wel gewoon met je eigen wasmiddel kunt doen, je poetsmiddel kunt doen. Ik moet dat hierin. Oké, en dan moet daar dus water in vullen tot max.
Muffin. Is het interessant? Oh, het is niet voor u. Het is niet voor u, vriendin. Dan moeten we dat reservoir hier terug inzetten. Kijk dat dat op de goede zit. Voilà. I'm done. Ik heb dan ineens maar heel dat stuk gepoetst. De poetsvrouw is vandaag wel geweest, dus ik dacht, het gaat hier heel proper zijn. Oh god, I was wrong. Amai, hoe vuil. Amai, ik schaam me echt. Hoe komt het dat zo vuil is? Maar ja, wauw, I'm impressed. En ook gewoon zo fijn dat dat water gewoon terug allemaal opzuigt. Het is echt zo, allee, het is gewoon mat zoals je hebt gedweild. Met een vochtige dweil. Maar dan neemt dat vuil water dus gewoon allemaal mee. Ja, mannetjes, I'm impressed, hè. I'm impressed. Ik vind het echt super, super tof. Ik ga hem sowieso nog goed uittesten deze week. En ook het loading station laten installeren door Niels straks of morgen. En I keep you posted wat ik er verder van vind. Maar voorlopig zalig. Trouwens, mijn batterij is nu, even kijken wat ik kan maken, nog 40%. Dus ik heb heel die living gedaan. Even ook met de stofzuiger gedaan en zo. En die stond op 60. En hoeveel te harder je dat zet, hoeveel te sneller de batterij natuurlijk wel plat gaat. Maar echt wel top. Ja, tot nu toe. Ja, echt super. Ben ik verliefd. Nox heeft zo net zijn kommetje met cereal, dus ontbijtgranen en melk, laten vallen. Hij eet dat tegenwoordig elke ochtend, maar het gaat nog niet zo heel gemakkelijk natuurlijk om dat zelf te eten. Dus het is op de grond beland. Maar het is wel de perfecte moment om mijn stofzuiger slash dweil te proberen van Philips met nat en brokjes in. Want die zuigt dus de stukjes allemaal op en die zou dan ook het nat opnemen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Oké, dit is het. Ik zal het alles oprapen. Voilà, en dit gaan we dus opvegen. We starten. Let's see what happens. Oeh, amai. Wow. Al die stukjes komen. Amai, en dat is gewoon een ene keer weg. Oké. Crazy. Wow. Het is gewoon een één keer weg. En hier zit de cornflakes en de melk. Dat is toch echt crazy. Echt zot hoe goed dat dat werkt. Hoe gemakkelijk ook gewoon met een kind. Want Nox laat echt wel heel vaak dingen vallen. Of de katten bijvoorbeeld ook. De katten eten soms nat eten. En dan ja, valt dat uit hun mond of valt dat naast het bakje. En dan is dat zo vies om op te vegen. En daarna moet je dan, je kunt dat niet stofzuigen met een gewone stofzuiger, want dat is nat. En dan moet je dat eigenlijk met je hand of zo opruimen. En daarna moet je nog eens met de dweil doen. Dus dan is dit gewoon, echt wel heel handig. Ik ben hier op aan het leunen. Maar dat blijft natuurlijk zo niet staan. Maar wauw, kijk, je zit gewoon echt hierin.
Echt zot. De cornflakes. Wow. Echt crazy. Ik ben echt zo happy met deze. Het is echt niet normaal. En nu dat ik toch bezig ben, ga ik even de rest van de keuken ook dweilen. Nog even dit laten zien. Onze katten die niezen echt veel. We hebben twee katten van de broodvak. Dus die hebben allebei de niesziekte. Dus die niezen heel veel en dat is zo'n bruine, ja, bruin nies wat eruit komt. En vaak als ik dat wil poetsen, dan moet ik echt wel met de dweil schrobben dat dat weggaat. En dat is ook gewoon wekelijks die niesplekken. Maar ik had dus gisteren al gezien als ik de living poetste, dat die plekken ook echt super makkelijk weggaan. En ik ga het jullie laten zien. Ik weet niet hoe goed je het op camera ziet, maar hier, hier en hier zijn dus drie niesplekken. En die ga ik nu ook wegdoen. Tada! They are all gone! Met twee keren eventjes erover gaan. Ik ben er nu drie keer over gegaan, maar twee keer was genoeg. Maar zo zie je hoe snel dat gaat. En aangezien dat dit stofzuigt en poetst in één, moet je ook geen zorgen maken dat je eerst moest stofzuigen. Zoals daar dat spiertje of daar wat kruimels of zo, ik weet niet wat het is. Dat je dat niet eerst hebt opgezogen, want anders ja, blijft dat allemaal natuurlijk aan je dweil hangen of sleurt je dat mee door heel het huis. Maar met deze gaat dat gewoon ineens. Voilà. Helemaal weg, gestofzuigd en gepoetst. En zo ziet het water er nu uit. De cornflakes zitten er ook nog in. Dus ja. Ik ben weer heel de keuken rondgegaan en een deel van de living. Dit is het vuil. Echt elke keer opnieuw zo vuil. Maar dat betekent dat deze zijn werk heel goed doet. Ik ga hem nu weer zelf laten cleanen en dan ga ik hem droog maken. Om de zelfreiniging te doen zetten we hem terug in het laadstation. En dan ga ik het water nog even bijvullen dat hij zeker genoeg water heeft om te reinigen. Zo, water is bijgevuld. Dan ga ik hem aanzetten op reinigen. Voilà. Zo gaat hij 4 minuten reinigen. Voilà, it's clean. Hier het vuil water van de borstels. Proper water is bijna op, dus net goed gevuld. En de borstels zijn proper en die kunnen we er dan met dit stangetje, wat hier ook aanhangt, eruit draaien. Wacht, ik moet naar de andere kant draaien. Oep, zo. Voilà. En dit is dan echt gewoon perfect proper. Dan kunnen die hier ingezet worden. Zodat die ook gewoon perfect kunnen drogen. Waar zit ik hier? Oei, nee. Ik heb het fout, denk ik. Ja, zo. Nee, andere kant. Zo. Voilà. Eruit. Tada! Helemaal clean. En zo kunnen de borstels dus ook gewoon perfect drogen en kan ik die morgen of zelfs straks als ik al wil opnieuw gebruiken. En ik verlies heel veel haar, dat weten jullie, van een van mijn vlogs. En je ziet dus dat dat ook echt al de haren opneemt en dat blijft dus in de filter hangen. Wat echt ook super goed is, dus je hebt echt gewoon gepoetst en gestofzuigd in één. Oké, dat was het voor mijn video en al mijn bevindingen over de Philips Aquatrio Cordless. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het vonden. Ik ben alleszins echt,
echt fan, zoals ik al een paar keer heb gezegd in deze video. Maar het is echt een geweldig ding en echt elke cent waard. Ja, het is gewoon echt top van de zuigkracht van de stofzuiger. De poetsmop is echt super goed. Pakt ook echt al het vuil mee. Het is echt gewoon zalig. Het is echt gewoon een verrijking van het leven. Zoals ik al in het begin van de video ook zei, hieronder zal ik alle linkjes zetten in de beschrijving. Kunnen jullie alles terugvinden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Dag iedereen! Muah.